Dag allemaal, welkom in dit bijzondere Alzheimer Café. Mijn naam is Erik Dirks, ik ben voorzitter van de afdeling Regio Nijmegen van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Binnen onze afdeling worden door verschillende werkgroepen 6 Alzheimer Cafés georganiseerd, allemaal in de regio. Dat zijn Alzheimer Café gemeente Bergendal, Alzheimer Café Beuningen, Alzheimer Café Dukenburg en omgeving, Alzheimer Café Heumen, Mook en Middelaar, Alzheimer Café Nijmegen en Alzheimer Café Wijchen en omstreken. Al deze cafés liggen stil sinds half maart van dit jaar. U weet waarom. Het is het gevolg van de beperkende maatregelen bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Wij, en ik spreek dan namens alle vrijwilligers uit alle cafés, willen toch iets van ons laten horen en zien. Vandaar nu dit bijzondere Alzheimer Café op tv. Weet dat als we straks weer de gewone Alzheimer Cafés mogen organiseren, dat u daar van harte welkom bent. Altijd. Op onze website kunt u zien waar de cafés zijn en wat het programma is. Maar zover is het nu nog niet. Het Alzheimer Café op tv doen we voor al onze bezoekers. Voor de mensen die zelf dementie hebben, voor hen die er altijd voor hen zijn, de mantelzorgers, voor de professionele hulpverleners die ook altijd aanwezig zijn. En we doen het ook voor u, die kijkt. Dus laten we gaan kijken en luisteren en steek er wat van op. Doe er uw voordeel mee en laat vooral de mensen die dag in dag uit te dealen hebben met dementie, niet in de steek. We danken het Odensehuis voor de gastvrijheid hier in Wijchen en Omroep RN7 voor hun bereidwillige medewerking. En nu geef ik graag het woord aan Luzan Peters, die in gesprek gaat met Jurgen Klaassen. Dankjewel Erik voor jouw inleiding en dan gaan we nu over het gesprek met Jurgen Klaassen. We zien dat de dagbestedingen gesloten zijn of beperkt open. De zorg is minimaal, familie mag minimaal op bezoek komen. En als mantelzorger probeer je toch 24 uur de hele dag in balans te blijven. Gelukkig begint het allemaal langzaamaan weer een beetje soepeler te worden. Maar de 1,5 meter afstand die blijft voorlopig nog wel. Daar hebben we nog mee te dealen. Daarover gaan we het in dit gesprek met Jurgen over hebben. Jurgen, ik ben heel benieuwd hoe de afgelopen periode er voor jou uitzag als geriater op de Alzheimerpoli. Ja, het was een hectische tijd. Het virus dat overviel ons een beetje. Eigenlijk van de een op de andere dag werd de poli gesloten. Omdat het riskant was voor mensen om te komen. Dus het was opeens een overgang van een hele drukke poli met dagelijks 4 of 5 mensen tot even helemaal niets. En daarna een periode met weer bezinning en kijken hoe nu verder. Ik heb zelf bijvoorbeeld veel thuis gewerkt, veel aan onderzoek gewerkt. En heel langzamerhand kwam toch de poli wel weer een heel klein beetje op gang. We hebben in die tijd wel spoedpoli doorgedraaid. Dus hele spoedeisende gevallen hebben we wel op de poli gezien. Ook mensen met dementie, waar het eigenlijk niet langer uitgesteld kon worden. Maar voor het grote deel waren de poli's toch heel erg leeg. Dus dat was een rare en vreemde periode. Ja. Kon men dus wel, als men vragen had, bij jullie terecht? Ja, heel veel telefonisch. Dus de mensen die wij al kenden, dus die bij ons op de poli geweest waren voor een diagnose of nog onder behandeling, die konden ons wel bereiken. Vaak via het secretariaat en dan werden ze met lichte vertraging, als wij weer tijd hadden, teruggebeld. We hebben vrij snel ook al videobellen ingezet. We moesten even zoeken naar een veilige manier om dat te doen, hè, zodat het niet op heel internet verschijnt. Dus we hadden een manier gevonden om veilig zeg maar met mensen op afstand te kunnen bellen, zodat ze ook een beeld kunnen zien. Dat maakt het allemaal wat persoonlijker. Dus via of telefoon of beeldbellen hebben we eigenlijk
best wel veel mensen te woord kunnen staan met vragen over dementie. En inmiddels zijn de polyklinieken weer opgestart en kunnen mensen weer live bij jullie terecht? Ja, ze kunnen terecht. De grootste bottleneck is eigenlijk de wachtkamers. We hebben inmiddels de poly veilig ingericht, zodat het voor mensen veilig is om te komen. Wat we doen is, als mensen een afspraak hebben, worden ze vlak van tevoren opgebeld om zeker te weten dat ze geen klachten hebben. Ze mogen maximaal 1 iemand meenemen en die mag ook geen klachten hebben. En dan kunnen wij ze op de poli veilig zien. We houden het grootste deel van zo'n spreekuur afstand, net zoals wij nu doen. En bij het onderzoek doen we wat beschermend materiaal om en dan is het eigenlijk prima te doen. Het grootste probleem zit dat er weinig mensen in de wachtkamers kunnen. Die afstand die je moet houden, die maakt het eigenlijk dat je niet al te veel mensen tegelijk kunt zien. En dat zorgt er nu voor dat we dat er wat wachttijden nog ontstaan. Om te zorgen dat die wachtkamers niet te vol lopen. Het is ook nog steeds zo, merk ik, dat heel veel mensen niet naar de poli durven te komen. We hadden eigenlijk verwacht dat we inmiddels een enorme wachtlijst zouden hebben. Dat valt eigenlijk heel erg mee, want heel veel mensen hebben aangegeven van ik wil voorlopig nog niet. Ik zet het even uit. Ik vind het allemaal nog te spannend en te eng. Maar de poli's zijn dus open. De verschijnselen van corona zijn bij ouderen anders dan bij jonge mensen. Stond laatst in een artikel. Ja. Heb je nog tips waar we dan extra alert op moeten zijn? Bij de ouderen. Ja, het is typisch iets voor ouderen, eigenlijk bij alle ziektes. Die presenteren zich bij ouderen anders dan bij jongeren. Sommige ouderen met een infectie, die krijgen bijvoorbeeld geen koorts, maar ondertemperatuur. Of ze uit het meer door verandering in gedrag of door vallen. Dus wat wij geleerd hebben is dat als het om corona gaat, dat je bij ouderen eigenlijk Alle uitingen van niet lekker zijn, kunnen een uiting zijn van corona. Je ziet bij ouderen vaker bijvoorbeeld diarree als eerste verschijnsel. Of vallen, of wat meer in de war zijn. Dus het is heel lastig te onderscheiden. Dus wat wij doen in het ziekenhuis, is dat alle ouderen die zich melden met klachten, die testen we toch voor de zekerheid op corona. Omdat je het eigenlijk nooit zeker weet of het wel of niet kan zijn. En dat geldt ook denk ik voor mensen thuis, dat je niet moet richten op die klassieke klachten die altijd genoemd worden. Hè? Verkoudheid, koorts. Als iemand corona heeft, kan zich dus dat ook op andere manieren uiten. Dus ieder teken dat iemand niet lekker is, zeg maar, kan een uiting zijn van corona. We weten dat bijna alle dagbestedingen gesloten zijn. Sommige dagbestedingen zijn inmiddels voorzichtig aan het opstarten. Heb je nog tips wat je vooral wel moet doen of niet moet doen of juist helemaal niet moet doen? Ja, het zijn lastige tijden. Mensen zitten langer thuis nu, ook mensen met dementie. Er zullen ook waarschijnlijk mensen zijn die nog niet zeker weten of ze dementie hebben, omdat ze niet naar de geheugenpoli durven, maar het waarschijnlijk wel hebben. Het is eigenlijk altijd zo dat mantelzorgers zichzelf vaak wegcijferen en maar doorgaan. En in deze tijden is dat nog extra riskant. Want je raakt overbelast, je raakt oververmoeid als je 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iemand moet zorgen. Zeker in deze tijden waarin je er ook niet zomaar even uit kunt. En ook niet zomaar andere mensen in huis kunt halen om even de taak over te nemen. En toch is het wel belangrijk om iets te gaan organiseren om die druk op voor die mantelzorger wat naar beneden te krijgen. Ja. Want als je het niet volhoudt als mantelzorger, je valt weg, dan heb je echt de pop aan het dansen. Want dan is er eigenlijk maar één oplossing vaak, een verpleeghuisopname. Ja. Een verpleeghuisopname is nu ook heel erg lastig. Hè? We merken dat mensen dat uitstellen, dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Want, in een verpleeghuis. Je kunt niet op bezoek. Dus als iemand daar nieuw is, wil je juist ook op bezoek in die overgangsfase. Ja, dat is allemaal heel beperkt. Bovendien is er ook best wat risico op besmetting. Dus mensen willen het zo lang mogelijk thuis volhouden. Maar om dat te kunnen doen, moet die mantelzorger wel overeind blijven.
Je hebt eigenlijk twee problemen. Eén is die continue zorg, die zorgt voor overbelasting. Het tweede is dat als mensen daardoor verzwakken, ze vatbaarder worden voor infecties. Dus ook zelf voor corona. Ja. Ja. Dus we moeten toch op zoek naar manieren om die mantelzorgers te gaan ondersteunen. En die dagbehandelingen, ja, die gaan mondjesmaat maar open. Dus daar, dan is het vaak ook maar één dag in de week. Dus dat is eigenlijk niet genoeg. Dus je moet denk ik toch gaan kijken naar wat er in de omgeving mogelijk is bij familie, kinderen, buren. Van kunnen die toch op de een of andere manier wat dingen overnemen? En een buurman die kan best wat zorgtaken overnemen. Naar buiten gaan, wandelen is heel veilig. Ja, als je naast elkaar loopt, kun je elkaar eigenlijk bijna niet besmetten. Je kunt daar anderhalve meter tussen houden, maar als iemand met dementie dat af en toe vergeet en iets dichterbij gaat lopen, maar je loopt met z'n tweeën vooruit, dan is de kans op besmetting ook bijna niet heel. Je zegt ook echt vooruitkijken. Ja, vooruitkijken. Ja, niet opzij, niet stilstaan. Maar, ja. En zeker als je loopt, hou je toch automatisch al een beetje afstand. Hè? Je gaat meestal niet met een vriend of vriendin dicht naast elkaar lopen, hand in hand. Dus dat is eigenlijk heel veilig. Voor degene die kunnen fietsen, is fietsen heel veilig. Daar kan eigenlijk weinig misgaan. Mensen die slechte been zijn, kun je met een rolstoel mee gaan rijden. Ook dan is de besmettingskans klein. En als je het zeker voor het onzekere wil nemen, zou degene die duwt nog een mondkapje voor kunnen doen. Maar dus op die manier kun je best veilig hulp inschakelen. Dus dat is denk ik heel belangrijk om daar toch naar te gaan kijken. En verder kun je ook in de thuissituatie natuurlijk wel een beetje de omgeving van een dagbehandeling nabootsen door te kijken naar heel veel structuur. En dus probeer iedere dag zo gestructureerd mogelijk in te vullen. Dus een terugkerend patroon. De meeste mensen kunnen dat prima natuurlijk kijken naar wat past bij hun normale leven. Hoe dat ongeveer eruit ziet, hoe laat je opstaat, hoe laat je gaat slapen. Wat voor mensen met dementie wel heel belangrijk is om dat iedere dag liefst zo hetzelfde mogelijk te doen. Dus op hetzelfde tijdstip opstaan, hetzelfde tijdstip naar bed, op hetzelfde tijdstip koffie drinken. Als je een weekschema maakt, probeer ook een terugkerend patroon te krijgen. Dus bijvoorbeeld op dinsdagmiddag gaan wandelen met die buurman, ik noem maar wat. Mensen met dementie hebben heel veel behoefte aan herhaling en patronen. En als je dat maar vaak doet, gaat het er ook insluiten. En door die structuur kun je ervoor zorgen dat mensen met dementie zich ook wat rustiger voelen. Waar kunnen ze nu, als ze een concrete vraag hebben, toch terecht? Is dat toch de huisarts of is dat een zorgtrajectbegeleider? Of? Ja, als de huisarts. Met de vragen rondom dementie. Ja, rondom dementie. Ja, de huisarts is de eerste persoon als ze nog niet bekend zijn met dementie. Op zich kan een huisarts zelf ook een diagnose stellen. En eventueel kan de huisarts nog overleggen, zelfs telefonisch met een van ons bijvoorbeeld, als die twijfelt. En een zorgtrajectbegeleider, als die er nog niet is, die kan ingeschakeld worden als er een vermoeden is op dementie of een diagnose gesteld is. Als die al wel in beeld is, is dat natuurlijk de aangesproken persoon om tips te vragen. Dus die twee zijn laagdrempelig bereikbaar. En de huisarts natuurlijk al helemaal. Die kan ook nog naar andere gezondheidsaspecten kijken. Dat is wel een hele belangrijke. Wij zijn ook bereikbaar. Het is natuurlijk lastig als iemand nog niet bij ons bekend is. Is het lastig om adviezen te geven aan iemand die je niet kent. Wij kunnen wel mensen op de poli zien, dus als de nood hoog is. Hè. We doen dat dus veilig. Dus dat zijn goede opties. En verder zijn er ondersteuningslijnen. De Alzheimer Nederland heeft een hulplijn, bijvoorbeeld, die je kunt bellen. Dus op die manier zijn er wel oplossingen te bedenken om tips of adviezen te krijgen als je ergens mee zit. Ja, Jurgen, ik wil het toch ook eventjes over jouw boek hebben. Je hebt een ontzettend goed boek geschreven. Wat kun je doen aan dementie? Ja, je hebt hem hier liggen. Ja, ja. Ik wil hem maar wel even laten zien. Ik zal hem even laten zien, ja. Ja, goed, hè? Wat kun je doen aan dementie? Maar wat zou je kunnen doen, hè? Hoe kunnen we nu het beste met het coronavirus omgaan? Je hebt al een hele hoop tips gegeven. Ik heb het boek gelezen en een aantal tips die daarin staan kunnen we nu eindelijk ook gebruiken.
Kun je er nog een paar benoemen wat toch belangrijk is? Ja, ja, we hebben dat boek heb ik met twee collega's geschreven. Een geriater die veel van geneesmiddelen weet. En een neuropsycholoog die heel veel van geheugen en geheugentraining weet. We hadden dat toen eigenlijk geschreven met twee doelen. Eén is dat mensen heel veel vragen hebben over wat er nu aan behandelingen is. Wat we weten uit onderzoek. En we kregen dat zelfs op de poli al vaak niet in één gesprek allemaal uitgelegd. Ze dachten, we willen dat eigenlijk toch eens allemaal op papier zetten. Dat mensen in ieder geval weten dat ze geen kennis mislopen. En we hebben er veel tips en adviezen ingezet van, hoe kun je nu omgaan met die dementie? Ook dat is vaak, merk op de poli, er zijn heel veel vragen. Ook zo'n poliebezoek is vaak maar een half uur. Dus wij voelden ons wat gefrustreerd van, we hebben zoveel ervaring en kennis. En niet iedereen krijgt die. Dus als we het nou in begrijpelijk Nederlands opschrijven, kunnen mensen daarmee aan de slag. Een les die je eruit kunt leren is dat je ervan uit moet gaan dat iemand met dementie deze nieuwe situatie niet gaat snappen. Ja, dit is een hele rare wereld die is ontstaan. Dat is heel erg beangstigend voor mensen met dementie. Die regels die wij bedacht hebben, die zijn ook niet bedacht met mensen met dementie in gedachten. Dus mensen gaan dat niet zomaar onthouden, dat ze geen hand meer mogen geven of dat ze afstand moeten houden. En dat je kunt proberen om te kijken of het erin slijt als je dat bij herhaling doet. Maar bijvoorbeeld uitleg werkt niet. Dus je moet er toch rekening mee houden dat iemand met dementie, als die naar buiten gaat, dat die zich niet aan die regels zal gaan houden. Dus daar moet je van tevoren over nadenken van, naar wat voor een omgeving ga ik en is dat gevaarlijk voor diegene met dementie? Bijvoorbeeld als die in een drukke supermarkt te dicht op een groep jongeren gaat staan, dan kan die besmet raken. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat irritatie opwekt. Als iemand met dementie te dicht in een supermarkt gaat staan bij iemand. Je merkt in de samenleving dat de spanningen oplopen. Dus dat kan ruzies geven of agressie. Dat wil je natuurlijk ook niet. Als iemand bijvoorbeeld een keer kort de kleinkinderen knuffelt. Dat is een risico, maar dat zal niet meteen tot besmetting leiden. Of als die een keer de buurman een hand geeft. Ook dat moet je dan maar accepteren. Je kunt iemand niet opsluiten. Dus dat is één ding. En tweede is denk ik dat ik merk zelf al dat ik behoorlijk overprikkeld raak van al het nieuws over corona. En ik denk dat mensen met dementie helemaal overprikkeld raken. Van alles wat je kunt 24 uur per dag dingen lezen, horen, zien op tv over corona. En het zijn vaak ook allemaal best beangstigende, op sensatie beluste nieuwsberichten. Dus mijn advies zou zijn om dat echt te beperken tot, voor mij apart kijk je alleen op dinsdag een keer naar de persconferentie van de minister-president en hou je het daarbij. Natuurlijk zijn er ook heel veel ouderen in de thuissituatie die nu echt thuis aan het huis gekluisterd zijn. Hè? De eenzaamheid was er al. Ja. Dan kun je denken aan mensen in de niet-pluisfase, maar ook daarvoor natuurlijk met de gewone gezonde ouderen. Veel mensen kampen nu met eenzaamheid. Heb je van hen ook nog adviezen of tips wat ze toch vooral wel belangrijk is, dat ze vooral toch wel blijven doen? Ja, contact houden is toch heel belangrijk. En er is best veel mogelijk met beeldbellen. Dus daar kunnen kinderen of partners die met een iPad kunnen omgaan bijvoorbeeld wel in helpen. Dus dan kun je via beeldbellen, WhatsApp, FaceTime toch contact houden. Bijvoorbeeld met kleinkinderen, met vrienden. Maar goed, dat is niet helemaal een vervanging voor sociale contacten. En ook daar denk ik dat je moet kijken van wat er toch, rekening houdend met de maatregelen, toch mogelijk is. Hè. Bijvoorbeeld, ik zie mijn ouders ook nog. Ik ben een risicopersoon. Ik werk in een ziekenhuis. En mijn ouders zijn halverwege de 80. Dus die moeten niet besmet raken. Maar die raken toch ook behoorlijk geïsoleerd. Omdat ze hem bijna niemand zien. Dus als het mooi weer is, ik heb een tuin. Daar kunnen we op ruime afstand zitten. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus je kunt natuurlijk toch kijken of mensen bezoek kunnen ontvangen thuis. Als ze een tuin hebben is dat ideaal, dat is het meest veilig. Maar ook als ze alleen maar binnen kunnen zitten, dan nog kun je kijken of je daar gewoon op afstand kunt zitten.
En als je zorgt dat de mensen die op bezoek komen, ja, zich houden aan de regels en niet een hoog risico lopen op besmetting, dan is dat ook best veilig. Je moet denk ik ook de risico's afwegen. Besmettingsrisico moet je beperken, maar ja, iemand de hele dag eenzaam alleen thuis laten zitten is ook geen leven. Er is denk ik meer mogelijk dan mensen nu denken. Hè. Dus bezoek kan best als je het veilig doet. Gaan wandelen, gaan fietsen met mensen als dat mogelijk is. Dat geeft al heel veel doorbreking van eenzaamheid, denk ik. Ja, ja, helder. Duidelijk, dat betekent ook dat toch de inzet van anderen om ons heen, dat iedereen zich betrokken voelt bij de mensen met dementie en hun partners, kinderen, om het samen vol te kunnen houden. Ja. Mijn ervaring is dat mensen heel erg bereid zijn om te helpen en ook daar best wel veel voor willen doen. Alleen ze moeten het wel weten. En ze moeten weten hoe ze dat veilig kunnen doen. En die mensen zelf kunnen dat opzoeken op de RIVM, hoe ze veilig in contact kunnen komen met iemand met dementie. Ik denk dat het goed is om ook voor die mantelzorgers om rekening te houden dat, ja, dat deze periode, die veranderde periode, behoorlijk lang nog kan gaan aanhouden. En het is niet iets waar je dus moet denken van nou, we zitten het nog even 2 weken uit en dan wordt alles weer normaal. En dat zal het voorlopig niet worden. Ze moeten toch gaan denken op lange termijn van ja, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we zorgen dat het haalbaar blijft? Je ziet denk ik toch een langdurigere verschuiving van mensen met dementie die thuis of in hun eigen omgeving blijven. Ik denk dat daar het perspectief op moeten richten van dit gaat langer duren. En hoe gaan we dit, hoe gaan we dit organiseren met z'n allen? En dus ook voor die mantelzorger denk ik, denk niet van nou dit is over 2 weken ik buffel even en dan is het allemaal wel weer normaal. Dat is niet zo. Dus je moet het op de lange termijn organiseren nu. Jurgen, ontzettend bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn bij het Alzheimercafé Digitaal. Ja, het eerste regionale Alzheimercafé. Nou, hopelijk hebben we u weten te inspireren en hebt u thuis tips of adviezen gehoord waarvoor u denkt van hey, daar kan ik iets mee. Weet, u staat er niet alleen voor, al voelt het misschien onwennig, allemaal op afstand. Maar er staan veel mensen om u heen die bereid zijn om u te helpen. We wensen iedereen veel gezondheid en kracht. En hopelijk treffen we elkaar weer de volgende keer gewoon in het Alzheimercafé Live. Of anders wellicht nogmaals een keer digitaal. Voor nu wens ik u heel veel sterkte en kracht. En samen moeten we sterk zijn.